kan je ook cardistry met Uno-kaarten. Laten we het ontdekken, maar daar heb ik eerst Uno-kaarten nodig en die moet ik eerst gaan halen. En ja hoor, we zijn weer bij de winkel. Oké, oprecht, overal zijn de Uno-kaarten uitverkocht. Oké, hier hadden ze het niet, maar ik heb wel iets anders leuks gekocht. Ik ben weer thuis zonder Uno-kaarten, dus ik moet ze online bestellen. Maar ik heb dus wel dit gekocht bij dat andere winkeltje. Superleuk! Maar wat het is, ga ik laten zien in een andere video. Ja. Uno, ja. Oké, jongens, het is eindelijk zover. Ik heb Uno-kaarten gevonden. Tada! Het is me eindelijk gelukt. Ik heb ze gevonden in een spelletjeswinkel in Enschede. En daar hadden ze dus ook cardistrykaarten, jongens. Maar goed, ik ga dus nu de Uno-kaarten uitpakken. Oké. De Uno-kaarten zijn er. Oh, nou dat gaat moeilijk. Nee, de fan is geen succes. Oeh! En verder, lukt dit? Oh, dit lukt. Dit kan de Faro. Oeh, die is fijn! Oh, en dan dit. Ja. Dit is mijn langste TikTok ooit, volgens mij. Ik geef Uno kaart om cardstream mee te doen een 6,5. En ja, tot de volgende video. Doei!